Ja, we hebben een prachtig thema vandaag, ontmoet Veldhoven en we willen met elkaar ervaringen delen. En één ervaring die ik met u vandaag wil delen is het uitreiken van de Eén van Veldhoven. De Eén van Veldhoven is een kunstwerk, gaat u zo meteen zien. Dat gemaakt is door een aantal kunstenaars, die gaat u zo meteen ook zien. En dat wordt uitgereikt aan iedereen die in Veldhoven een initiatief heeft, wat maakt dat mensen deel kunnen nemen die soms wat moeite hebben, afstand hebben tot de arbeidsmarkt of wat moeite hebben om mee te doen in het reguliere verkeer. En zij maken daar plaats voor en zorgen ervoor dat die mensen ook met andere activiteiten mee kunnen doen. De kunstenaars. Ja, ga hier maar staan. Ga hier maar staan. Mag jij naast elkaar? Kom er maar naast, Ad. En Kevin, hartstikke goed. Nou, dames en heren, die zijn ze. En ze hebben de ene die ze gemaakt hebben in hun hand. Kijk, Laura is ook een van de kunstenaars. En je hebt een prachtige een gemaakt. En wat staat erop? Kun je dat vertellen? Een giraf. Ja, Laura houdt ontzettend van giraffen. En het wil dat dit thema giraffen iets te maken heeft met het initiatief wat we in het zonnetje gaan zetten. En dat gaat over het taalcafé. Mag ik Rob Smetsers van een bibliotheek vragen? Hallo Rob. Hi, kom erbij. Kom er lekker tussenin staan, Rob. Ja, want giraffen zijn ontzettend nieuwsgierige beesten. En jullie hebben in het taalcafé ook iets voor mensen die heel nieuwsgierig zijn. Rob is namelijk samen vanuit de bibliotheek, samen met Cordaat Welzijn en een hele grote groep vrijwilligers druk bezig om een taalcafé aan te bieden aan anderstaligen. Om te zorgen dat zij kunnen helpen met het leren van de taal. Heb ik dat goed gezegd? Het is perfect samengevat. En ik ben ook heel blij dat je de vrijwilligers noemt. Want ik zit natuurlijk nu naar die prachtige eend te kijken. Ik denk, oh, wat een eer dat ik die in ontvangst mag nemen. Maar ik vind eigenlijk de echte sterren van dat taalcafé, dat zijn die vrijwilligers. En dat zijn die deelnemers die er samen voor hebben gezorgd dat het gewoon het meest drugsbezochte taalcafé van de hele regio is en van de wijde omtrek. Maar vooral die vrijwilligers die elke week ervoor zorgen dat het een gasvrije plek is in de bibliotheek. Die mensen de kans geven om zichzelf te ontwikkelen. Die mensen de kans geven om iets van die Nederlandse samenleving te leren. Van andere culturen te leren, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten. Ja, dat is super. Dat is onbetaalbaar. En dat is fantastisch. Dus zij zijn de echte sterren die de prijs verdienen. Maar jij mag hem namens hen in ontvangst geven. Dus Laura, ik ga dat aan jou vragen. Zou jij hem aan Rob willen overhandigen, jou één? Kijk eens, alsjeblieft, dat verdient een applaus. Rob, en daarbij krijg je van mij een oorkonde. Een officiële. Jongen. Ja. Waarin staat waar je hem gekregen hebt, met een kaart en de uitleg van de een van Laura erin. Dus die geef ik aan jou. Met een mooie bos bloemen. Kijk eens, hè? Nou, nu kan het. En voor de kunstenaar zelf. Laura, dankjewel. Prachtig. Prachtige eengemaakt. Ik zal hem even omhoog houden. We hebben voor alle kunstenaars een mapje gemaakt met een kaart van hun eigen een erin. Zodat ze hebben hem weggegeven, maar ze hebben hem nog een beetje thuis. Dus deze is voor jou, Laura, alsjeblieft. Nou, hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga jullie vertellen dat dit is Wil Snoeien, is ook een grote kunstenaar. En die heeft een een gemaakt met harten erop, want Wil schildert ook heel vaak mooie vrouwen. En weet je waar we hem aan gaan uitreiken? Aan een organisatie die iets doet voor vrouwen. Vind je dat niet goed? Ja. Mag ik vragen of Marley van Doorn van Eva naar voren wil komen? Stichting Eva. Kom erbij, Marley. Kom erbij. Stichting Eva werkt al jarenlang, sinds 1985, voor anderstalige vrouwen die een culturele afstand hebben tot onze maatschappij. En die proberen ze te ondersteunen met taal, maar ook met hele praktische dingen. Ze hebben allerlei themabijeenkomsten, van het boodschappen doen tot het pinnen, tot hoe werkt het bij de gemeente. Allerlei zaken waar ze mensen wegwijs in maken. En dat is ook echt een initiatief wat ons betreft een één verdient. Heb ik het een beetje goed uitgelegd? Perfect. Ja? Geen woorden hoor. Zou jij hem willen overhandigen aan Marley? Ja? Geef hem maar aan Marley. Hij houdt van mooie vrouwen. Ja. En de bloemen erbij? Alsjeblieft. Voor jou een mooie uitleg, je eigen kaart erbij en waar hij naartoe is gegaan. Applaus voor Eva en voor Wil.
Jij hebt een hele mooie een gemaakt. Wat heb je er allemaal op gezet? Allemaal munteenheden. Allemaal munteenheden. Ja, mensen kunnen het in de zaal niet zo goed zien. Maar allerlei munttekens, eurotekens, dollartekens. Alles staat erop, hè? Ja. En je hebt hem een beetje bronsgoudkleurig gemaakt. Dat lijkt ook een beetje op geld, hè? We gaan het uitreiken aan de Stichting Nieuwe Levenskracht. Die hebben met heel veel munteenheden een auto bij elkaar gesponsord gekregen, een wensauto. En daarmee vervoeren zij mensen die nog een wens hebben naar een bestemming waar ze graag naartoe willen. Mag ik Robin Heidinga van Stichting Nieuwe Levenskracht vragen? Dankjewel. Hallo. Ja, ik verklap het al een beetje, Robin. Wat jullie doen is mensen helpen met een rolstoelbus. Die is gesponsord door de Rotary Stichting. We hebben een grote inzamelactie gehouden. En nu vullen jullie mensen in. Kun je daar iets, de wensen van mensen in, kun je daar nog iets over vertellen? Ja, het is een heel mooi initiatief. Op gang gezet door de Rotary eigenlijk. Ongeveer 1,5 jaar geleden hebben die met ons gekeken van wat gaan we doen. En hoe kunnen we nou de donateurs, ook de ouderen met name, want we ervaren geleerd dat we vooral met oudere donateurs te maken hebben. Hoe kun je nou op een of andere manier toch plezieren? En we dachten een wensambulance, maar die is er al. En toen hebben we gezegd, nou, donateurs, maar ook voor Veldhovenaren zou een rolstoelauto ook heel interessant kunnen zijn. Daar hebben op alle manieren hebben zij er geld voor ingezameld. Grandioos veel geld binnengekomen en uiteindelijk is die auto er gekomen en daar rijden we nu mee. Maar hij zou veel meer in gebruik kunnen komen. Een oproep, niet alleen voor vrijwilligers, die hebben we ook nodig. Donateurs hebben we ook nodig, want die auto moet blijven rijden natuurlijk. We vragen een kleine vergoeding. Maar in principe zijn we geen taxibedrijf, maar echt mensen uit het hospice hebben gereden. Die dan echt, die hebben nog een laatste wens. En dan, je gaat helemaal vol met emotie zitten. U zegt, je moet contact hebben. Of dan zei die mevrouw, met de ogen. Dus we kijken in die binnenspiegel meteen en houden contact met die mensen. En dan heb je een fantastische rit gehad. En dan, een paar dagen later krijg je een berichtje. Het is het laatste mooie ritje wat ze gehad hebben. En dan, dan word je zo warm van binnen, echt grandioos. Ja. Dus we zijn er heel blij mee, maar hij moet blijven rijden. Dus. Wat is er op te zien? De wereldbol, dus de zon, de planeten, dus de maan, de planeten, dus alle kerststerren, de ruimtevaarten, op de maan de ruimtevaarten vliegen over aarde in. Hij is echt prachtig. Hartstikke goed. Dan ga ik iemand vragen van SDO, van het Gabberteam, Lucien Oosterbos. Kom er maar bij, hallo. Je mag hem, pak hem maar aan, Lucien. Ja. SDO, daar gaat hij weer. Ja. SDO krijgt een 1, omdat zij met een heel aantal vrijwilligers al jaren een G-team hebben. Waar ouders met veel liefde en geduld, vrijwilligers met veel liefde en geduld, dat bij elkaar houden. En zorgen dat het samen met het enthousiasme van het team een groot succes is geworden. Inspiratie misschien ook voor andere clubs. Ik weet dat ze op meer plaatsen zijn. Maar nu geven we er 1 aan SDO. Je hebt groot gelijk. Je hebt groot gelijk. Zullen we nu het officiële moment doen, Ad? Vind je het goed? Dan mag je hem nu officieel aan Lucien geven. Hij gaat naar de maan. Met een bloemetje voor. Geef je dat ook aan haar? Even maar aan Lucien. Even heel kijken. Goed. En deze mag ook naar Lucien. Die is voor haar. Die is voor haar. Daar zit nog een sticker bij. Laat die maar zitten. Die is voor haar. En we hebben er voor jou ook, Ad. Kijk. Zie je, met jouw foto en jouw 1 heb je die als aandenk. En daar hebben we nog een mooie bloemetje bij. Kijk eens aan. Alsjeblieft. Een applaus voor SDO en voor Ad.